Welkom bij de 13.3 Biocast. We gaan nog eventjes terug naar de stikstofcyclus. Stikstof zit in de lucht, ongeveer 80%. En vlinderbloemigen, die hebben wortelknolletjes en daarin zitten stikstofbindende bacteriën en die zijn in staat om stikstof beschikbaar te maken voor de plant. Ze maken er namelijk ammonium van en dat kunnen vlinderbloemigen opnemen. En die maken daar eiwitten van. Die eiwitten kunnen natuurlijk gegeten worden door dieren. Als die dieren doodgaan, worden door reducenten de eiwitten klein gemaakt. Die maken er ammonium van. Dat ammonium kan niet door alle planten gebruikt worden, dus zijn er nitrificerende bacteriën nodig die die eiwitten kunnen veranderen. En die zetten ze om in nitraat. En dat nitraat gaat twee kanten op. Eén gedeelte gaat via denitrificerende bacteriën. Die maken er namelijk stikstof van. En dat stikstof wordt weer afgegeven aan de lucht. En daarmee is de ene cyclus rond. Het andere gedeelte van het nitraat wordt opgenomen door de planten en omgezet in eiwitten, wat weer omgezet kan worden in dierlijke eiwitten, waarmee ook die cyclus rond is. Deze olifant neemt een gedeelte voedsel in. Dat is zijn intake, de I. Een gedeelte raakt hij kwijt via feces. Een ander gedeelte is de verbranding, respiratie. En dit kleine gedeelte wordt gebruikt om er meer olifant van te maken. De productie dus. Dit ken je wel. Primaire producenten, consumenten van de eerste orde, van de tweede, van de derde en van de vierde. Een voedselpiramide is dit. Maar als dit een piramide van aantallen zou zijn zoals je vaak ziet en onderin zijn het bomen en daarbovenin rupsen, krijg je een hele vreemde piramide. Daarom wordt meestal een piramide van biomassa of een piramide van energie gebruikt in de biologie. Dit was hem alweer, de 13.3 Biocast. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.